Ja, Souli. Welverdiend koffietje. Gisteren een korte nacht gehad. Een heerlijke cappuccino, korte nacht. Maar ik heb wel weer zin in vandaag. We gaan naar Bologna toe. Een autorit van 2 uur. Langs allerlei andere steden ook nog zacht op de kaart. Dus misschien dwing ik je wel om te stoppen. Heel goed. Stadion van Sassuolo misschien. Bologna, Roma. Ik hoop dat er veel Nederlanders spelen. Dus even afwachten nog. Maar ja, jij hebt er ook zin in of niet? Dus zeker, ik heb er heel veel zin in. En, ik voel me goed. Heel goed. Beter dan gisteravond. Ik weet niet of je het uitgezonden hebt, maar ja, heb ik uitgezonden. Dus, ja, ik voel me nu weer iets minder straatzwerver en iets meer mensen. Nou goed, neem een hapje van je cornetto crema. Ja, echt Italianen, met echt Italianen ontbijten met een croissantje, wat zoeters en een koffietje. En ja, dat heb jij mezelf verteld, dus ik zeg het nu gewoon terug. Maar voor 11 mag je een cappuccino nemen en daarna gewoon alleen een espresso. Hè. Dit is een heerlijke cappuccino. Heel goed. Het worden wonderbaarlijke shots van jou. Ja, Soelie achter de camera. Waar gaan we naartoe? We gaan naar Bologna. Zin in? Extreem veel zin in. En ik wil Jerdy Schouten zien. Ik hoop dat hij een keertje gaat spelen. De Iniesta van Kralingen. De Iniesta van Kralingen. En we gaan naar Bologna. Kijk eens op de shot. Zat hij er echt op? Ja. Keer goed. Soelie achter de knoppen, jongen. Hier. Brescia komen we ook langs. Dat is ook een mooie club. Wie heeft daar gevoetbald? Brescia. Zeg het maar even. Wassim Boei. Andrea Pirlo. Andrea Pirlo, ja. En zijn opvolger speelt daar ook, hè? Sandro Tonali. Kenner. Ja. Let's go. We naderen het stadion. Ik heb het nog niet in volle naad kunnen zien. Maar ik vind nu al, dat hele kleine stukje dat ik gezien heb, met die legmast, daar krijg ik wel zin in. Om hem helemaal te zien. Maar het ziet er wel mooi uit, hè? Van de buitenkant. Zeker. Schitterend. Oude stijl. De architectuur is wel een mooie betonnen bak. Het is echt een voetbalstadion zoals een voetbalstadion hoort te zijn. We komen steeds dichterbij. We staan nu voor een verroeste poort. Het is een beetje oude meuk hier en daar. Maar ja, het is wel voor stadionfetischisten, zoals wij toch een klein beetje zijn, is het wel lekker. Zin in, man. Gaan we even wat eten? Kijk eens, de harde kerk komt aanlopen. Hey, finati con noi, e lo saprete mai. Zing even mee dan. Sfeervak. Sfeervak, ja, lekker. Hier een spandoek voor Sinisa Mihajlovic, de trainer, die in het ziekenhuis ligt en vanuit het ziekenhuisbed soms in de rust zijn spelers toespreekt. Ernstig ziek, en na afloop van de vorige wedstrijd gingen de spelers van Bologna na de wedstrijd s'avonds in het ziekenhuis langsom steun te betuigen. En dat is wel ja, emotioneel, hè, voor de spelers, voor Sinisa Mihajlovic en zijn familie. Maar heel bijzonder dat hij nog steeds trainer is van deze club. En dat die trainer hem ook aanhoudt en hem waar mogelijk naar het stadion brengt om daar langs zijner te staan. Misschien ook een reden dat ze zo hoog staan, Bologna. En heel bijzonder, al 7 punten gepakt in de eerste 3 wedstrijden. En ze kunnen vandaag ook gelijk hoog te komen met Juventus. En dan hebben ze 10 punten uit 4 wedstrijden en staan ze 2 puntjes achter Inter. Dat is natuurlijk voor een club als Bologna heel bijzonder. Vechten voor je coach. Ja, vechten voor je coach. En een bijzondere coach ook, hè? Forza Sinisa, let's go. Test. Ik zit nu op de stoel van de trainer, of de perschef, ik weet niet precies. Maar we zitten in de perszaal van Bologna en we zijn ongeveer 3 kwartier voor de wedstrijd. En we gaan kijken naar de Nederlanders van Bologna, Stefano Denswil en Mitchell Dijks. En bij AS Roma Justin Kluivert. En mijn net nieuw ontdekte Japaner die ik heb geïntroduceerd in de Serie A voorbeschouwing voor dit seizoen, Takahiro Tomiyasu. En we gaan kijken of Bologna tweede kan staan na vanmiddag. Of als AS Roma zich herpakt en opnieuw gaat winnen. Dus ik vond ze afgelopen week zeer veel indruk maken. Onder een nieuwe trainer Daniel Fonseca, die Justin Kluivert ook heel veel laat spelen. En ook heel veel verdedigende arbeid van hem vraagt. En we gaan kijken of hij dat deze wedstrijd opnieuw gaat doen. Ja, Soelie, nu ben je eigenlijk wel een beetje nog in je natuurlijke habitat. Gewoon relax, voetbal kijken op een scherm. Ja, dit zou wel een ideale werkkamer voor mij zijn. Langs een voetbalveld met een scherm waar gewoon voetbal wordt uitgezonden. Sassuolo Spal. En ondertussen wachten op de mannen. Het is wel echt een schitterend stadion. Le contro Stefano Denswil. Con 35 Mitchell Dijks. En Stefano Denswil. Mitchell Dijks natuurlijk. Jerdy Schouten. Staat hij op de bank. Moet er misschien nog in. En Justin Kluivert natuurlijk met nummer 99. De zin in? Altijd, ik heb er zin in. Ik ben heel benieuwd naar Mitchell Dijks vooral, die hier heel populair is. Hè. En in de belangstelling staat voor onder andere Napoli en Milan. Dus we gaan kijken wat hij brengt. Dijks eruit. Geblesseerd. Bittere pil voor Netta. Wel heel wild inkomen, hè. Zijn eigen schuld. Ik krijg er ook geel voor dus. Jullie pingel voor de rechterkant. De rechterkant gaat hij schieten. Voor Bologna, naar fout van Kolarov. Gisteravond stonden we bij Inter AC in de mixzone te wachten op spelers. En in Italië is het gebruik dat 1 of 2 spelers dus pers mogen spreken. We staan niet te wachten op spelers die niet komen. Het is een vrij treurige bedoeling aan het worden. Een teleurstellende ervaring in de mixzone. We kwamen eigenlijk voor de Nederlanders bij Bologna. De persdame zei alleen dat er maar 2 spelers waren afgevaardigd. Ik heb maar 1 speler gezien. Zo gaat het kennelijk in Italië. Dat zijn toch geen manieren om de go te ontvangen, moet ik eerlijk zeggen. Jerdy Schouten heeft warm gelopen en na 20 minuten kon hij weer gaan zitten. Bologna bracht 2 aanvallers in en verloor met 2-1. Zo kan het ook gaan. Stefano Denswil, die 4,5 jaar voor Club Brugge heeft gespeeld en voor €6 miljoen naar Bologna is gegaan. En speelt hij links centraal in de achterhoede. En dat deed hij eigenlijk wel prima. Hij is 26 jaar en speelt nu in de Serie A. En hij kan Eden Jacob van zijn lijstje afvinken. Daar heeft hij mooi tegen gespeeld. Alleen hij heeft hem eventjes een seconde uit het oog verloren en toen kopte hij hem binnen. Mitchell Dijks op linksback. Dus ik zag voor de wedstrijd mensen lopen met Dijks op de rug, dus dan verwacht je al wat. En hij was aanwezig en hij raakte ook geblesseerd door eigen toedoen, door veel te wild in te gaan. Zo kennen we ook een beetje uit Nederland, heeft hij de bijnaam de tractor gekregen. En dat kon je zien, want hij heeft die hele linkerflank exclusief voor hem alleen. Alleen Mitchell Dijks loopt op die linkerflank heen en weer. En dat doet hij naar behoren prima, moet ik eerlijk zeggen. Dus, Napoli en AC Milan zouden interesse in hem hebben. Een beetje vreemd, maar het is echt waar. Dag 2 zit erop. We gaan zo van Bologna weer terug naar Milaan. Dus 2 uur rijden. Het is toch wel een goede tip als je een keer in Italië of Noord-Italië voetbal wil gaan kijken. Dan kun je Milaan als uitvalsbasis nemen en dan rij je zo naar Parma toe. Je rijdt zo naar Sassuolo toe en je rijdt ook hier naar Bologna toe. Prachtig stadion, van buiten ook. Ik weet niet, heb je dat in beeld? Ja. En de Nederlanders hier, die, voor hun is het prima toeven. Ik denk dat Stefano Denswil wel een prima keuze heeft gemaakt in de Serie A. Mitchell Dijks is het 2e seizoen hier bezig. En Jerdy Schouten, die moet nog debuteren, die heeft nog geen minuut gespeeld. Die heeft eigenlijk nog warm gelopen, maar die zal vast en zeker hier uiteindelijk gaan doorbreken. Hij heeft de kwaliteiten, dat heeft hij laten zien in Kralingen, als de Iniesta van Kralingen. En Gary Madel, die staat nu een beetje op zijn plek. En dat vond ik, eerlijk gezegd, als je mij vraagt wie was de uitblinker van deze wedstrijd, dan vond ik Gary Madel, die kleine Chileense krijger. Toen zat jij al in de mixzone te wachten. Maar Gary Madel wilde op de vuist met de trainer van AS Roma. Dat was toch wel een van de hoogtepunten in blessuretijd toen Jaco die bal binnenkopte. Was Madel het niet mee eens. Er zou een contact of zo geweest zijn waar het doelpunt dan gevallen zou zijn. Hè. En Madel die ging verhaal halen bij de bank van Roma. En die wilde op de vuist gaan met de trainer. En zo ken ik hem wel een beetje, de pitbull. Om de roadtrip af te maken gaan we op dag 4, de dinsdag, langs Atalanta Bergamo, langs Marten de Roon, die ons daar even ontvangt voordat hij met zijn club afreist naar AS Roma, want daar spelen ze tegen. En morgenavond om 18:00, maandagavond om 18:00 gaan we naar de Lega Pro. Dus de 3e divisie in Italië, naar Giana Erminio. Die zijn helemaal onderaan in de competitie. En die spelen gemiddeld voor zo'n 500-600 toeschouwers in een heel klein stadionnetje. En dat is dus keldervoetbal. Leuk. Ook daar gaan we naartoe. Daar maken we er echt een roadtrip van. Zeker. En maandagavond natuurlijk de uitreiking van de gouden bal. Maar iedereen weet al wie die gaat winnen, want dat heb ik ongeveer een jaar geleden al voorspeld natuurlijk. Dat is wel heel onzin, maar goed. Gouden bal, hè? Ja, nee, dat is de wereldvoetbal van het jaar. En die gouden bal wint hij 2 december.